Goedemiddag allemaal, beste mensen, vrienden, kunstliefhebbers enzovoorts enzovoorts. Ik heet jullie allen graag van harte welkom op deze bijzondere middag. 50 jaar in en uit de verf is voor ons aanleiding om dit samen met jullie te vieren. Dit vieren we door deze expositie te houden in dit fraaie complex waar ik inmiddels 15 jaar aan het werk ben. Gesteund door Bernard Vekemans, die mij letterlijk en figuurlijk alle ruimte gaf. Een speciaal welkom van Merel, Jonas, Stijn en Mees, onze kleinkinderen, waar de zalen naar vernoemd zijn. En die hebben straks de belangrijke taak om samen met de burgemeester de openingshandeling te verrichten. Zij zingt natuurlijk nu eerst over landschappen, maar ik ga nooit proberen om een verhaal daar afbeeldingen bij te maken. Het moet hier van binnen gebeuren en dat is het dan. Het is het gevoel, zeg maar, wat ik krijg door de muziek en dat zet ik dan om in beelden. Ton Verstraeten is 67 jaar geleden in Roosendaal geboren. Dus we vieren vandaag zijn verjaardagsfeest. Op het internaat wordt de creativiteit door begeleiders bij hem aangewakkerd. Door voor toneel zelf maskers en kleding te maken, op muziek te dansen en dergelijke, wordt de creativiteit in hem losgerold. Omdat Ton niet onverdienstelijk tekent, mag ik bij een echte kunstenaar op diens zonder atelier gaan kijken. En dan krijgt hij in een flits het gevoel, dat wil ik later ook gaan doen. En die gedachte laat hem niet meer los. Maar hoe word je in hemelsnaam kunstenaar? Eerst volgt hij een opleiding tot huisschilder aan de lagere technische school en om zijn creatieve kant te kunnen ontwikkelen wordt hij in 1963 naar de schilderschool Sint Lucas in Boekstol gestuurd om er tot meester huisschilder opgeleid te worden. Ja, hier begint het dan. Kijk, dit is misschien wel weer leuk. Dit is dus een van de weinig bewaard gebleven werken van de Sint Lucas, laat ik het zo zeggen. Dus dat is echt 50 jaar geleden dat ik dit gemaakt heb. En wat was de opdracht? En de opdracht was ontwerp iets wat met parfumerieën te maken heeft. En toen had ik al verkering met Kobi. Dat was toen echt het vriendinnetje. En dus ik noemde het Maison Kobi, parfumerieën. Als zelfstandig schilder solliciteert hij, hoewel onbevoegd, al gauw naar een baan van tekenleraar en wordt aangenomen. Om zijn lesbevoegdheid te halen, volgt hij vanaf 1969 de part-time avondopleiding aan de Academie voor Opleiding tot Teken- en Handvaardigheidsleer, zoals die genoemd werd later. Academie voor beeldende vorming. Toen ik naar de academie ging, heb ik eerst de opleiding NHT, Nijverheidsakte Handvaardigheid Tekenen. Wat je hier ziet, dat is in potlood getekend een zakje Engelse drop. Ja, het ging dus om de verpakking. Na een aantal uurtjes, zeg maar, bleef er dit over. Niets anders dan een propje en deze dropjes. En deze dropjes waren weer het uitgangspunt naar deze kant. Wat je hier dus ziet, dat zijn totaal andere verpakkingen geworden van de Engelse drop. En de Engelse drop is van een potloodtekening omgezet naar dropjes in plexiglas. Drie cilinders, 40 jaar geleden werkten ze nog goed. Verschillen in snelheden van vallen. En er was er eentje bij
waarbij de dropjes niet vielen, maar stijgen. En op die manier was je eigenlijk met zo'n thema bezig. Daar haalt hij in de loop van 10 jaar een reeks akten. Nijverheidsakten, NAT, LO tekenen, LO handvaardigheid, MO handvaardigheid en MO tekenen. Dit heet Groeiproces, een uitvoering in zwart-wit, Oost-Indische inkt. De opdrachten waren zo dat er nooit gezegd werd dit of dit gaan we maken, alleen het thema is bijvoorbeeld groei. En dan begin je met dit. Uiteindelijk is dit geworden. Een soort groeiproces, tegenwoordig duurzaamheid, vergaan van dingen. En toch als je hier langer naar kijkt, kun je daar ook een stukje schoonheid in ontdekken. Afhankelijk van het soort muziek, stappenmatig. Mussorgsky's schilderijen tentoonstelling of Korsikaanse volksmuziek van Hugo Vrini of muziek van Erik Satie of Bach zal het beeld gelengd worden en vanzelf ontstaan als het ware een ecrier automatiek. Het eindresultaat is kleurig, gevoelig, esthetisch, soms mystiek. Op een gegeven moment ontstonden de figuren, dat heb je boven gezien als schetsend. Wederom geïnspireerd veelal op muziek van Imo Vrini, die zeggen dan ook, we zijn hier even, wat we achterlaten dat zijn onze voetstappen. En onze voetstappen zie je voor mij terug in de schilderijen en in de beelden. Deze mensfiguren kunnen het uitgangspunt geweest zijn voor deze bronzen beelden. En dan ontstaat er het volgende. Beeld in schilderij, schilderij in beeld. Een apart groep werken vormen die waar het conceptueel denken de basis vormt en de uitvoering humor laat doorklinken. Dan denk ik aan het concept van de Art Post en de omgekeerde brievenbus of het tongewelf. Weliswaar omgekeerd opgehangen, maar ook gevormd door geschilderde enveloppen van ton. Heel graag gedaan heb, dat zag je eigenlijk al met die Engelse dropjes en dat soort werk, is een stuk experiment. De figuren hebben we gehad, dan ging ik over naar abstracter werk. En dit is als het ware een groot schilderij verpakt in deze kast. En het heeft de volgende mogelijkheden: door aan deze stokken te draaien, verschijnen er als het ware iedere keer andere beelden in de triptiek, dus een soort drieluik. En ik zeg wel eens met een geitje, dit is een groot schilderij voor kleinbehuisden. En deze is Tom via het onderwijs tot het vrije kunstenaarschap gekomen. Waarvan jij vandaag ons een overzicht aanbiedt. De Tom kan met recht een kind van zijn tijd, van de traditie genoemd worden. En was Doris van Oorschot uiteindelijk ook niet als huisschilder begonnen. Er zijn allerlei doekjes die ik dus in de loop van jaren verzameld heb. En Kobi en de zusje van Kobi die hebben dat samen verwerkt tot één groot doek van 10 meter breed. Ik hoop dat u na het officiële gedeelte met verbazing door de fabrieksruimte loopt. Die voor het gemak, Tom zei het, de namen van de kleinkinderen hebben gekregen. Dit beeld dat heet De Verscheurde Mens. Het zou een monument kunnen zijn voor een oorlogsmonument bijvoorbeeld. Het grote voordeel is, dat zag je net, want normaal kunnen Kobi en ik dit zomaar niet even hier tegenaan hangen. Dit is Tempex. Van Tempex maak ik basismodel. En dat basismodel wordt weer bekleed met boetseerwas. En dan krijgt het zijn uiteindelijke structuur. En als dat klaar is, dan gaat het zo als een pakket naar de bronsgieter. En die zet het weer om in brons. Uiteindelijk wil de kunstenaar, docent Tom Verstraeten, iets bij u losmaken. Niet zozeer belerend, maar gevoelsmatig esthetisch. Tom,
proficiat met jouw verjaardag. Mogen het je nog vele jaren gegeven zijn met enthousiasme en ik zou willen zeggen jouw ding te doen. En daar hoort een klein cadeautje bij dat het je graag overhandigt. In ieder geval proficiat met deze overzichtse toast. En jullie zijn de eerste die hier nu vandaag aanwezig zijn, die het allemaal mogen zien. Er komen gelukkig nog meer weekenden dat het ook kan. En ik hoop dat het alle weekenden zo druk is als vanmiddag. Want dat heeft Tom enorm verdiend. En alleen al aan het werk wat hij 50 jaar gemaakt heeft. Maar ook aan de voorbereiding die hij de afgelopen weken heeft gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Tom, van harte proficiat. Heel veel succes in de komende periode. Met zoveel nodig, hè? Tot slot van deze officiële opening wil ik vragen of Bernard Vetermans, mijn vriend, even naar voren wil komen. Ik kom in, ik heb gemeend om deze expositie in een soort boekvorm weer te geven. Die liggen straks ook ter inzage in ons winkelgedeelte. Maar ik zei niet voor niks, mijn vriend Bernard Vetermans. Die wil ik op een bijzondere manier een beetje de eer geven van het eerste exemplaar. En ja, dat is toch iets bijzonders. Ik ben ontzettend blij dat we tot dit resultaat gekomen zijn. Het zijn prachtige ruimtes die al enkele jaren leeg staan. En nu krijgen ze ineens levensweer en krijgen ze een functie in het Bokselse leven waar we zo tekort aan ruimte hebben. Hier hebben we prachtige ruimtes en ik heb het heel graag aan Tom beschikbaar gesteld. Want ik weet hoe dat ermee om zou gaan. En het resultaat is verbluffend. Als u straks alle ruimtes ziet, dan zult u versteld van staan wat hij in een hele korte tijd gepresteerd heeft. En hoe veelzijdig kunstenaar hij is. Want het blijft niet alleen met schilderen, het blijft niet met beelden maken. Hij is ook steeds aan het experimenteren met nieuwe technieken. En er is hij steeds mee bezig. Van 7:30 en in de zomer om 6:30. Tot in de middag. En dan gaat hij op zijn bak weer door naar huis. Een hele harde werken. Tom, ik gun je alle succes.